Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Minecraft Skyblock aflevering samen met Ryan. Een hele goede dag. Hallo. Hallo. We gaan natuurlijk vandaag weer verder op ons eiland. En wat we ten eerste even gaan doen, is we gaan jullie reacties behandelen. Want yeah. We hebben natuurlijk hier een mooi parkje gemaakt. En we hebben de vorige keer gevraagd hoe we de vissen moeten gaan noemen. Dus we gaan sowieso vandaag de nametags op de vissen plaatsen en zijn naampje geven. Daar is Ryan heel erg goed in. Ja. En ik zag ook een aantal reacties staan dat mensen het mooi vonden om een boom in het water te planten. Dus eigenlijk gaan we beginnen met het afmaken van het parkje. En daarna hebben we nog wat andere ideeën in petto. Dus heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zo'n kaart op lijkt op, zullen we allebei heel erg gaaf vinden. En dan mag jij de nametags gaan doen, jongen. Dan ga ik even de lantaarntjes ophangen namelijk. Dan moet ik even kijken om een zo'n ding te maken. Ik weet niet hoe dat Ja, daar zal ik ook even goed naar kijken, ja. Hoe maak je dit ook alweer? Ik heb sowieso je moet van die iron blocks maken. Ja, en iron hebben we als het goed is nog meer dan genoeg. Ik kom ook even naar beneden. Want ik heb wat dirt nodig en dan moet ik heel veel denken. Wat saplings voor de boompje. Zeppelin? En wat boommeal. Ja, boommeal waarschijnlijk ook. Wacht hoor, ik heb nu blokken. Resources, daar is boommeal. 1 midden en 3 van onderen. Wat voor boom doen we? Gewoon een normale oak of doen we een spruce? Ja, die kunnen we ook wel doen hoor. Een spruce proberen? Maar een spruce, kan die ook worden gebouwd op zeg maar 1 bij 1, of niet? Weet niet. Nou, we kunnen het proberen. Als die niet wordt, als die wel met boommeal niet werkt, dan komen we er vanzelf achter. Ik zet even dat ding neer. Dan heb ik nog dirt nodig. Dirt. Hoezo ik hem noemen, Jan? Nemo? Ja, de reacties zeiden Nemo heel vaak. En de andere Blub. Blub. ik heb een achievement. Oh, echt? Doe het zelf. Jij moet het ook. Heb je iets gekregen? Oh, geef mij die andere dan. Heb je er wat voor gekregen, of niet? Wacht hoor, wat heb ik gekregen? Weet niet. Hoe zeg je die erop? Moet je toch gewoon boven erin typen of zo? Ja. Welke heb jij gedaan? Nemo of? Nemo heb ik gedaan. Oké, dat doe ik. Blub. Piep, piep, piep. Hier. Alsjeblieft, mag jij ze geven? Heb jij me ook je achievement? Dat denk ik wel, maar ik heb geen item voor gekregen, helaas. Ik heb ook geen item. Oh. Nou, we hebben wel een achievement gehaald, ja. Ik vind wel dat we Nemo moeten geven aan een Nemo Fest. Ja, de best leek in een Nemo Fest. Jij mag het doen, jong. Dan ga ik hier een boompje plakken. Au! 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 Wow. Oh, ik ben gepoisoned! Oh, dat doet toch pijn ook! Oh, joh. Kijk uit voor die vis. Geef die maar geen nametag, ouwe. jongen. Die wordt meteen agressief, joh. Wat is een gevaarlijke vis of zo? Nou, dat is zo'n vis die zichzelf opblaast. Wat moet ik hem... Wat is het? Oh, ik ben bang. Pas op hoor, want die is inderdaad agressief. Ik geef hier deze woord Blub. Kijk, Blub zit erin. Oei, ja! We hebben de boom, heel mooi. Is die mooi? Is het wel niet mooi in het midden? Oh, nee, dat was ook niet helemaal de bedoeling eigenlijk. Oh. Nou, kijk, nu moeten we nog een Nemo hebben, maar ik ben best bang van die... Ja, van die opblaasvis, ja. Ja. Ah, joh, kan het. Geef me een naam. Dat is Blub. Ja, dat is Blub, ja. Ik kan hem niet... Oh, hier. Je moet die oranje hier, deze oranje, heb ja, je? Ja, nee, ik heb de verkeerde. Heb je... Je hebt de verkeerde Nemo genoemd! Nee, Ryan! Oh, ik heb nog zo'n lampen. Oh mijn god. Ja, ik heb alles opgehangen. Oh. Alles hangt. Oké. Okay. Met te laat. Nice! Maar is parkje nu wel af, vind ik. Ja, dat is wel mooi. Ik vind het mooi geworden. Mooi gezellig. Alright. Kunnen we alles even in de rommelkist? Dan denk je van een date in het parkje. Een date? Oh. Ja, maar dan wil ik wel het eigenlijk niet met jou, maar met... Ja, ik ga met Ernie wel. Ga jij met Ernie? Is goed. Dan ga ik met de ijsbeer. Die helemaal op dat eiland staat. De ijsbeer kan we overigens niet temmen. Ik had het natuurlijk vorige keer geprobeerd met vis. Alleen blijkbaar kan dat helemaal niet. Nee, dus kan niet. Ik zat weer echt heel dom te doen, wat helemaal geen nut had. Ik zit rond te rennen, dus ik weet niet wat te doen. Kom, want we gaan hier verder namelijk. Ja, ik was aan het denken, wat ging ik nou hier doen? Ik moet even wat eten. Heb jij nog eten voor mij ook? Of heb je alleen voor jezelf? Ik heb nog twee kippies. Twee, ja. Ja, ik heb er drie nog voor mij. Ah nee, bedankt. Twee is genoeg. Kan ik in ieder geval rennen, hè? Daar gaat het om. Moet hier echt eens een trampoline maken. Ja, we hebben slijm gevonden. Van de slijmballen die op ons eiland waren ingespand.
Dus we kunnen sowieso een trampoline maken, dat we gewoon naar beneden kunnen springen, op die trampoline kunnen landen en dan weer door kunnen lopen. Kijk uit, pas op. Dat is een grapje. Maar wat we vandaag in deze aflevering ons op gaan focussen is, Ryan gaat de trap mooi maken. Die gaat een heel kunstwerk ervan maken, geen idee wat hij in gedachten hebt, maar dat maakt niet uit. En ik ga een oldschool automatische boerderij maken, want een van onze doelen was natuurlijk, die ook op het bord is aangegeven, om minimaal 1 automatische boerderij te hebben. Dus daar gaan we ons vandaag op focussen. En ik hoor dat spookje hard, ja, jongen. Ik zit hier te kijken naar beneden of je onder ons zit. Ja, ik zie hem niet, maar als je in één keer vuurbal hoort, dan moet je oppassen. Ja, dan moet je me in het zwaartje slaan, ja. Ja, dan moet je nog gaan slaan, ja. Ik heb alles wat ik nodig heb voor de automatische farm in de kist gedaan. Ryan heeft alles wat hij nodig heeft, als het goed is, ook bij zich. Ja, ik heb alles bij me. We zijn vandaag voorbereid. We hebben 1 iets vergeten, Jan. Nou, wat ben jij nou weer vergeten? Een crafting table. Ja, maar die heb je toch altijd bij je, Ryan? Nee, die heb ik niet bij me voor deze Jij hebt altijd een crafting table bij je. Heb ik hout? Volgens mij staat... Ik heb toch geen hout nodig? Wat is... Ja, maar volgens mij... Wacht, hier staat een crafting table. Wacht, hier staat... Ik heb precies wat we beginnen doen. Oké. Geen paniek. Ik maak wel... Dat is leuk, Rijn, want wij zijn natuurlijk van de oldschool garden. Ja? Ik maak wel mijn automatische farm echt op de oldschool manier. Dit is eigenlijk de manier hoe je het... Dat was een van de eerste manieren. Ja, gewoon hoe je het jaren geleden deed. Dat is echt al lang, lang geleden. Nou, ik ga hier beginnen met mijn poort, maar ik had hier een heel mooi idee. En die ga ik vandaag uitwerken. Ja, ik ben benieuwd, man. Ja, ik ook. Ga je zand ervoor gebruiken of niet? Ik ga glas gebruiken. En glas, ik denk dat ik deze keer geen normaal glas ga gebruiken, maar gekleurd glas. Oh, ik zie dat spookje zit hier! Bro, dat spookje zit onder ons eiland! Ik zweer het. Kijk. Ik zie hem niet. Hier. Dat is Stefanie, die kijkt uit dat hij je niet ziet, ouwe. Oh ja, dan kijk, Ryan, alsjeblieft, niet te lang kijken, bro. Wacht, ik ga iets gooien. Hier, heb je een redstone'tje, hier. Hij is weg. Nee, is weer terug. Hij verstopt het daar. Bro, niet kijken, want anders gaat ik zeg, als die vent ons ziet, hebben we een probleem, hè? Dan hebben we een heel groot probleem, ja. Alright, dan leg ik het redstone zo neer. Ik kan het heel mooi maken, maar puur gewoon omdat ik geen zin heb om helemaal onder het eiland te gaan bouwen, leg ik Ryan de redstone gewoon er zo naast. Het is een beetje lelijk. Bro, anders moet ik weer helemaal moeite gaan doen, ja. Daar heb ik helemaal geen zin in. Het leven hoeft nu eenmaal moeite te doen. Het is veel beter, Ryan. Wij doen het nu op de oldschool, nieuwschool manier. Want de oldschool manier is om het onder de grond te doen. Maar dat doen wij niet. We doen het op de nieuwschool, oldschool manier. Nieuwschool, oldschool. We doen het boven en onder de grond tegelijkertijd. Dat ik snap er niks meer van. Nee, ik ook niet. Dus dat is gewoon mooi. Okay. Ik ben niet alleen. Ik ben hier wel een beetje bang, want ik ben gevaarlijk bezig en ik zie alleen maar blauw onder me. Ja, kijk uit voor het spookje ook. Zometeen zie ik hem onder me hoor, let op. Ik hoop dat het nog zo werkt. Als ik echt dingen vergeet, dan spijt me zeer. Ik ga het nog niet testen, want dan gaat zo meteen alles weer helemaal kapot. Dan gaan we hier zo omhoog zo. En, ik ben dirt vergeten! Dat heb ik net in de kist gedaan. Jan, dat is nou eenmaal van die dingen dat je meteen nodig hebt. Ja, dit... de voorbereiding. Zonder dirt kan je niks. Ik heb nog helemaal geen dirt nodig, of wel? Jawel, je hebt toch voor de planten? Ja, ik moet nu al dirt geplaatst. Ja, sorry hoor. Ik ga wel weer naar beneden. Waar is mijn crafting table nou? Heb jij ook nog wat nodig? Die staat er gewoon. Heb jij ook nog wat nodig, Ryan? Want ik ga nu toch naar beneden. Nee, ik... ben wat kleuren aan het maken voor het glas. En jij moet even zeggen welke kleurtjes jij wilt hebben. Want je hebt keuze. Blauw of rood? Geel, ja. Lichtgrijs, rood en blauw. Nou, geel hebben we nog niet gebruikt. Dus ik vind geel wel mooi, denk ik. Ja, geel. Ja, doe maar geel. Kunnen we ook alle kleurtjes gebruiken? Ik ga dirt halen, voordat ik... Ja. Ik was het alweer bijna vergeten. Dirt, wat ging ik nog meer halen dan? Oh ja, pickaxe. Dat heb ik niet gezegd, maar dat had ik wel in mijn hoofd. We gaan gewoon alle kleuren 1, 2, 3. Dat is leuk. En dan even hout kijken. Waar zitten de stokjes? Waar heb je de stokjes nou weer gedaan? Oh, ik heb ze allemaal bij me. Ik heb er 2 stacks, heb ik. Nou, dan kom ik weer even naar boven, want jij hebt de stokjes blijven. Hoezo heb je zoveel stokjes bij je? Ik dacht, ik ga al de stokjes meenemen. Gewoon puur om ze op te maken, maar Jan maakt altijd nieuwe. Kijk, af en toe is het handig dat je met z'n tweeën op zo'n eiland gestrand bent. Maar
Aan de andere kant is het af en toe ook weer niet handig. Nee, maar jou is sowieso niet handig. Oké. Hey, ik zei geel, wat zit ik nou rood te doen, jong? Ja, maar ik ga alle kleuren zien. Ja, waarom moet ik nou kiezen? Ik ga de Belgische vlag maken. Ja, wat heb ik... En Nederland dan? Nou, Nederland mag deze keer. Dat doe je aan de ene kant België en aan de andere kant Nederland. Wacht, wat zijn de kleuren van België weer in de volgorde? Rood, geel, zwart, hè? Deze man woont in België, jongens. Wacht. Hey, ik zit te wachten op die sticks, bro. Ja, maar ik heb ze in de kerst gegooid voor je. Het wordt wel donker, dus pas op. Dank je, ja, we hebben moet ik dan mollen? Oké, op het pickaxe. Zo, ik heb alvast een nieuwe, voordat het zo meteen weer allemaal verkeerd gaat. De dirt, op het Gaan we gewoon aan de ene kant België en aan de andere kant dan... Ja, dat vind ik een goed idee, Nederland, dat vind ik wel leuk. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Moeten we hier naar beneden gaan. Ja, zo. Zo. Kijk hem daar staan, jongen. Ja, ik ben echt op Minecraft. Ik maak niet een hele grote... Oh, begin mijn pickaxe. Ik maak niet een hele grote automatische farm, Ryan. Want we kunnen aan de andere kant kunnen we er nog eentje bouwen. Dus, ja, dat is goed. Weet je, ik kan het wel heel groot doen, maar dat heeft ook allemaal geen nut. Zo. Weet je, ik doe wel eentje groter. Ja, ik hoor je alweer zeuren. Gaat hij alweer? Oh, ik heb een eentje groot gedaan. 6, 1, 2, 3, maak hem nu vijf. Al kleiner, jong. Nee, pas op, hè. Pas op, hè. Anders gaan er klappen vallen, hè. Oei, nee, nu word ik bang. Dat mogen we niet doen. Zo. Oldschool manier. Oh, nu heb ik het verkeerd gedaan. Je moest dirt. Sorry. Kan ik het wel weer weg. Zo. Ik ben echt bang om te vallen hier, hoor. Ja, dan ben je al je spullen... Nou, althans, misschien val je wel op het eiland. Dus dat valt nog wel mee, eigenlijk. Nou ja, nu val ik recht in het water als ik naar beneden ga. Vijf, dan doen we aan deze kant even hetzelfde. Zo. Dit is echt gewoon... Dit brengt me terug, gewoon jaren terug de tijd in dit, jongen. Ja? Ja, weet je hoe lang ik dit al niet meer heb gemaakt? Sowieso, ik ga iets verkeerds doen waardoor dat ding helemaal niet werkt, hè? Let maar op. Ik heb echt iets verkeerd gedaan. Hier, kijk, wat jij nu al hebt, dat heb ik dus zometeen als ik het ga uittesten. Maar ja, jij komt er gelukkig nu al achter. Wacht, maar wat zijn de kleuren nu van België weer? Rood, geel, zwart, hè? Bro, je woont zelf in het land, Ryan. Ja, maar Ryan, dit kan niet hoor, bro. Ja, nou wel, blijkbaar wel, hè. Ja, dat heb ik door. Ja, hier moet water tussen komen. Dan moeten er van die ik weet niet waar, maar mijn dingetjes op. Maar dan moet hier nog wel een muur naast. Dat moet ik niet vergeten natuurlijk. Zo. Hier komt een muur naast. Oh. Op twee. Die mogen we niet vergeten, want dan gaat het helemaal verkeerd. Want dan stroomt het water de verkeerde kant op. Pas op, die guest is Arjan. Onder je. Nee. Ja, onder me, ja. Die grapjes willen we hier niet horen, ja. Oh, hij zal wel echt hier zo meteen zijn, hè. Dan hebben we echt een groot probleem. Dan ga ik lachen. En dan komt hier ook nog een muur zo. Wacht even, hoeveel is het? Heb jij fakkels bij heel toevallig? Want ik heb er toevallig twee stacks bij me. Nou, jij hebt alles bij me wat ik nodig heb. Ja, ik heb gewoon gezorgd voor je. Dus ja, dank je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 12, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 gedeeld door 3, Jan. 17 gedeeld door 3, dat kan niet. Dat is niet, dan moet je hem eentje langer maken, dan is die 18. Ja, maar dat kan niet. Nee, wel, je kan toch als je die kist verplaatst... Ja, maar dat moet heel moeilijk doen. Ja, nee, wacht, dat hoor. Doe je. 17, wat kan ik delen door 3? 15, hè? 15, maar dan maak je de linker en de rechterkant... Dan maak ik hier gewoon een tussen dingetje. De linker en de rechterkant eentje langer en dan het midden eentje korter dan de... Oké. Okay. Hey, ik ga hem er ook niet mee moeien, je zoekt hem wel lekker uit, Let op, dit wordt mooi, Jan. Oké, ik hou je eruit. Hier, wacht. Oh ja, die fakkeltjes ging ik plaatsen. Verkeerd. Kommetjes zijn. 1, hop! 3, 3. Ik moet echt even jaren terug de tijd in denken. Dit is nog best wel lastig eigenlijk, want hier komt uiteindelijk dus die hopper. Uit. Dat weet ik nog wel, dus dan komt hier dat ding en dan moet ik mezelf even uitgraven, anders gaat het weer niet goed. Echt, ik heb een beperkt aantal kleuren en toch kruts ik het. Wacht, waar heb ik dat zijn nou meegenomen? Of heb ik... Oh nee. Als het goed is. Ja, ik moet nog een hopper maken. Dit komt goed uit. Dit wordt goed. Ik weet alleen niet meer hoe dat moet. Hier moet het bordje met niks erop. Daaronder komt de hopper en daar komt de kist. En ik weet alleen niet meer. Weet jij hoe je een hopper moet maken? Nee. Hopper. Iron en een chest in het midden. Dan moet ik weer naar beneden. Ja, die bewaren we voor het einde. Ik heb een spannend einde vandaag. Wat verder van jou? We bewaren de hopper, want die gaat daarin. Hier komt het luikje in. Ik heb het opgelost. Oh ja, zo kan het ook. Dan maak ik hier nog, dan maak ik weer zo'n koepel hier, dan weer hier zo'n koepel en dan maak ik hem dicht. Ah, dat is wel vet. Dan hebben we een mooie entree voor de automatische boerderij. Ja, maar wat is de vlag van Nederland dan? Hoe maak je de vlag van Nederland?
Nee. Rood, wit, blauw. Echt? Nee, ja, maar dan moet je hem niet op de Franse manier doen, want dan hebben we een probleem met z'n tweeën. Rood, wit, blauw, hè? Dus rood, ja, ik moet even... Hey, ik moet sowieso naar beneden, want ik moet even wat water halen. Twee emmertjes water halen. Ja, twee emmertjes pompen, mijn moeder in de klompen. Echt? Oh, nee. Wij zingen hem anders. Oep. Nee, maar... Helemaal omlopen. We moeten echt nog... We moeten nog een vierde ingang hebben naar ons huis, ouwe. Een vierde? Drie is te weinig. maar we halen gewoon de helft van dat huis eruit. De half huis zetten. 1, 2, 3... Maar de creeper had het wel gedaan de vorige keer. Zo. Ja, die creeper had vorige keer ons huis opgeblazen, maar we hebben weer gerepareerd. Mag het ook grijs zijn? Heb jij nog wat nodig van beneden? Mag, ja, ja. Bone meal mee. Bone meal, dat heb ik nog bij me. Oh nee, dat heb ik in een andere... Ik neem het mee. Maar anders moet ik een grijze vlag maken. Bone meals. Oh, er zitten nog potten in. Nu ben ik wel vergeten... Oh ja, ik ging water halen, was hem. Water. Achter. Water. Ik moet eigenlijk even een onbeperkte waterfarm boven even neerzetten, want anders moet ik heel veel naar beneden. Nou, dan ga ik dat even fixen. Zo. Kijk, dit is echt prachtig hoor. Kom er weer aan. Oké. Okay. Oh, nu ben ik hout vergeten. Oh, man. Nu ben ik hout vergeten voor de chest. Ah, maar ja. ik kan gewoon de chest van hier pakken als die leeg is. Dat is niet erg. Waar is mijn bonemeal? Hier, die heb ik voor je alsjeblieft. Dan maak ik hier even een automatisch onbeperkte water. Ik hoop dat het zo kan nu. Hop. Oh nee, ik maak het en niet we zo. Hebben onbeperkt water. Of nee, oh nee, moet nog van die bonemeal. White dime van in. Maken. Het is wel leuk dat we een keer met iets anders bezig zijn, Ryan. Ja. Dan lopen we elkaar ook niet in de weg. Dit is. Maar jij loopt me deze keer niet in ideaal. De weg. Dit is ideaal. Nou, wanneer heb ik je ooit in de weg gelopen? Oh. Ja, ik weet niet. Helemaal mijn best hier. Dan kijk, krijgen we dit is dit goed de Nederlandse vlag? Als je van hier komt. Zo, dan stroomt het water daar langs. Dan moet het hier naar beneden. Nederlandse vlag. Ik heb eigenlijk. Het is rood-wit-blauw, maar ja. Het is rood-wit-blauw, ligt er maar net aan van welke kant je komt. Ja, maar dat is de bedoeling van deze kant, want ja, dan is rood-geel-zwart. Is goed zo, denk ik. Ik vind het helemaal mooi. Als ik de Belgische mensen heb, ik zweer het je, hè. Mensen gaan haten. Als we het verkeerd hebben, dan worden ze echt boos in de comments. Joh, we zijn professionals. Nou. Af en toe. Af en toe. Wacht, dan moet ik hier wel boven komen. Ah, ik doe het even zo. Zo, dan ga ik deze ook even uithakken. Uithakken? Uithakken. Dan weet ik alleen niet meer. Even sowieso hier nog even mooier maken. Ik wil het wel een beetje mooi hebben natuurlijk. Zo. Zo. Ik weet niet meer, Ryan. Ja, jij weet het waarschijnlijk ook niet meer. Dus ik kan het wel jou vragen. Maar dit is al lang geleden. Kijk, ik heb nu zo... wacht, deze moet naar beneden. Sorry. Ik heb het nu zo, hè? Ja. Maar hier beneden, kijk, hier beneden moest je toch... Het zo doen dat het dus. Maar ik kom er even aan, maar. Daar naar het midden volgens mij. Zo en zo en. Ja, nee, daarom. Als je het ziet, dan denk je. Oh ja, Jan, zo moest het toch? Ja, met een bordje. Ja, en dan komt daar onder de hopper, maar die moet ik nog even maken. Ja. Ik ben hier echt iets verkeerd aan doen. Nice. Teamwork is dit. Dit ziet er niet uit. Heb je wel vaker last van? We zijn weer lekker aardig, hè? Heerlijk. We moeten zelf nog wel uit kunnen, dat is ook een goeie. Ja, dan volgens mij heb ik hem al af, of niet? Nu al? Ja, ik zweer het, ik heb dit snel gedaan. Ja, of ik vergeet weer iets, maar ik zou eigenlijk niet weten wat ik vergeet dan. Hij moet wel nog planten zo, hè? Ja, ja, ik ga sowieso... Ja, maar ik wil eerst even weten of het werkt voordat ik weer verder ga. Sowieso verander ik dit nog even in mooie stenen. Nog hier. Oh, ik snap. Oh, ik moet hem allemaal één opschrijven. Zo ziet het er wat mooier uit namelijk. Dan leg ik die redstone even opnieuw neer met de repeaters. Zo. Repeater hier, redstone. Ik weet niet meer hoeveel er maximaal tussen kan zitten, maar... Nee, ik weet het ook niet. Maar ja, ik doe er gewoon 5 tussen, want we hebben genoeg namelijk. En dan komt hier uiteindelijk... Oh, dit is geef. De lever, die zit er als het goed is ook in, of niet? Ja, een levertje. Zo. Alleen die lever moet wel op een mooie plek. Kijk. Is beter zo. Boom, die lever kan toch ook hierop, dan werkt het toch ook nog? Volgens mij heb ik hem al af hoor. Nee, dat kan niet. Of ik wacht, volgens mij moet er wel hier nog een blokje op. Dan hier zo. Volgens mij heb ik hem al af. Echt? Zit daar water onder?
Dan komt er daar water uit uiteindelijk. En dan kan je het water weer in. Je bent echt een redstone pro dan. Ja, maar het is niet heel moeilijk. Ik ga hem testen zonder dat jij erbij bent. Als het dan verkeerd gaat, zeg ik gewoon niks. Ja, kom even stiekem kijken. Kak. Ik ben hier afgevallen. Maar gaat niet meer uit, of wel? Ja, niks staat naast je. Oh. Nee, ik heb wel iets verkeerd gedaan. Nee! Ja, ik heb het gezien. Het muurtje. Nee, je hebt niks gezien. Jawel. Als ik deze. Kijk hier, het muurtje moet gewoon eentje hoger. Ah, dit is niks. Dit is helemaal niks. Het muurtje moet gewoon eentje hoger. Zo meteen komt er een tweede foto aan. Nee. Nee, jij hebt het niet gezien. Je was niet eens. Oh, je staat naast me. Ja, ik sta boven. Ik stond daar net naast je zelfs. Oké. Ja. Goed zo. Kijk, Ryan, het werkt. Ja. Dan doen we uit. Uit. Ja. Dan moet er hier nog een blok. Is het gelukt? Ik ben een pro, jongen. Ik ben... Oh, ja. En heb je al iets geplant, of niet? Nee, ik moet alleen even een hoppertje maken, maar dan moet ik even... Oh, ik heb wel een chest erbij, kijk. Zo. Even kijken, die chest heb ik ook nodig. Weet je wat je eigenlijk moet doen, Jan? En dicht maken en raampjes erin zetten. Ja, je kan hem nog helemaal dichtmaken, maar het ging eigenlijk om die uitdaging van beneden. Want beneden op het bord staat, maak een automatische... Dat was een uitdaging voor jullie, de kijkers. Dus vandaar dat we het ook maken. Ik moet weer naar boven. Moet ik alleen heel veel denken. Oh, ik ging een hopper maken. Dan hoop ik dat ik het nog weet. Is dat zo? Hop, haas erop. Nou, ik ben het alweer vergeten, hopper. Ik ga het gewoon intypen, dat is veel makkelijker. Ik had hem bijna goed. Daar gaat het om. Ik had hem bijna goed. Die hopper, die moet... Zo. Hoe moest die ook alweer? Zo. Oh, dit is ook al lang geleden. Dan moest... Want die chest moet hier, dan moet die hopper moet... Het in de chest gooien. Dus volgens mij moet die hopper zo... Huh? Kijk, ik ben hier professioneel. Had het nu in de chest? Ja, ik niet. Ja, ik weet niet waar je aan het doen bent. Ja, ik ben die hopper aan het plaatsen, maar die moet natuurlijk schuin komen. Dus maar ik vind veel... het lelijk dat alles... Ik pak heel veel deze weg. Zou ik niet een ander tentje van steen nog gebruiken in de plaats van allemaal? Maar hoe moet ik hem namelijk... Ik kan hem nu niet plaatsen natuurlijk. Ik dacht om deze rand uit hout te maken misschien. Jij is even weg en jij ook. Ik plaats jullie zo meteen terug, jongens. Maar moest ik die hopper namelijk vanaf hier plaatsen? Dat is altijd ook die stroming. Zo. Gaat die nu goed? Zo. Ik test het gewoon uit, dan zie ik wel of die nou goed hangt. Ja, ik ben ook bijna klaar, dus... Anders pas ik het nog even aan. Zo. Oh, ik heb hem nu sowieso verkeerd neergezet. Ja, het gaat weer lekker daar zo te horen, hoor. Zometeen heb je mij weer nodig, hoor. Nee. Ik ga jou niet nodig hebben. Ja? Weet je zeker? Ik zei het toch net, ik ben een professional. Ik heb dit al... ik heb dit 4 jaar geleden meteen of zo een keer gedaan. Hoor. Nou, ik heb het fout gedaan. Ja, maar dat hoor ik bij jou ook, dus dat scheelt. Ja, ik ben ook fout. Weet je, ik zet het gewoon zo neer. Misschien is Minecraft wel zo erg geüpdate dat het me uitmaakt hoe je dat ding plaatst. Minecraft een update. Ja, oké, dat is weer een andere vraag, ja. En ze updaten veel, hoor, altijd. Ja, maar ze brengen nieuwe updates in, maar ik weet niet of ze echt die dingen... Dus nou kan er hier ook nog een blokje bij, dat maakt niet heel veel uit. Maar dat is veel... Nee, we doen het zo. Oké, dan kan je bij die kist komen. Dan moet alleen dit blokje... Oh nee, dat is wel een goede blokje, deze moet nog worden vervangen. Dan ga ik heel eventjes wat dingen halen. En dan kijk ik heel veel of die hopper nu werkt, want ik weet nou niet hoe ik hem moet plaatsen namelijk. Vroeger moest je hem namelijk heel raar plaatsen om hem uiteindelijk de goede richting op te krijgen, maar misschien maakt het nu niet meer uit en denkt hij, oh, er staat een kist, ja, dan moet het Nee, je moet hem wel naar de juiste kant laten gaan. Ja. Dan nog steeds zo. Oh. Wat? Oh, ik heb gelukkig 3 barretjes health. Oeh. Ben je naar beneden gevallen? Ik, maar dat maakt niet uit, dat kan gebeuren. Oh ja, zeker. Even zaadjes halen. Oh, wat willen we erin doen? Willen we gewoon zaad erin gooien? Gewoon tarwe. Oh, tarwe? Oké. Tarwe. Niet meer, ja, daar kunnen we weer brood van maken, hè? Dat is altijd goed. Ja, zeker. Eten, staat dat bij eten? Ja. Ja. Dan moet je toch gewoon wheat erop plaatsen, hè? Ja. En dan krijg je weer 3 wheat terug, toch steeds? Als je eentje plaatst, die groeit. Zo, dat is wel leuk zo, hoor. Dat gangetje is zo goed als af. Ik kan sowieso even die wortels hier, of die achterkant hier gewoon weer. Misschien nog een ander... Okay, ik heb de zaadjes nodig alleen. Waarom neem ik dan... Weet je wat ook leuk is, Jan? Nou? In de plaats om hier steen te leggen als vloer, ga ik wol gebruiken en gewoon ook de Nederlandse vlag en de Belgische vlag maken. Echt op die... Oh! Ja.
Ja, dat is wel leuk, ja. Want op zich is hij wel redelijk af voor nu. Ja, dan heb je een goeie, ja. Misschien kan ik dit... Die. Zo. Wow, ik kan hier wel... Oh ja, ik kan nog van die... Pop. Ik heb nog van die lampjes. Maar ze hangen alleen aan die mooie merren. Jammer. 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 Ik ben er weer. Hi. Hallo. Oh, dit is wel leuk, man. Ja. Oh, dit is wel vet, ouwe. Nice. Alleen nice. Is het jammer dat ik die lampen... Ofwel moet ik er twee naast elkaar hangen. Dat kan nog dan. Ja, ik zie de lampen niet, maar... Oh. Well, dan moet ik misschien kijken. Een hekje naar beneden laten. Waar wil de lampjes hangen? Ik dacht hier gewoon van twee... Ja, ik zal ze wel met een hekje misschien eentje naar beneden laten. Ja, dat dacht ik dus ook. Om te ja, doen. Dat is mooier, denk ik, ja. Dat ze niet echt op het plafond hangen. Ja. Ik ga even dingen halen, wol en zo. Had jij nog bone meal? Want dan kan ik die farm uittesten. Ja, hier ook. Het ligt achter me. Dan laat ik meteen even dit stukje wat ik nu heb gegroeid even wat omhoog groeien. Dan test ik het gewoon één keer uit. Kijk of die hopper nu goed staat. Thank you. Alsjeblieft, ja. This is the final test. En dan hoop ik dat het echt de laatste test countdown. Is. Dat het niet verkeerd gaat. Wel. Voor wit pak ik gewoon... Ja, wit rollen. Even laten groeien. Zo, het is op. Oh, er is wat gegroeid. Oh, wat leuk. Even kijken of die werkt. Wat had ik nog nodig? Maar ik weet niet of we alle kleuren hebben. Ik moest het knopje sowieso twee keer indrukken. Oh, wat mooi. Oh. Oh, en dan zet ik hem nu weer uit. En dan moet het als het goed is naar de zijkant in de hopper gaan en dan in de kist. Ja! Zit het in de kist? Het zit in de hopper, of niet? Hop. Oh mijn god, het zit in de hopper. Ja, zie je wel, die hopper moet ik dus wel anders plaatsen. Uh-oh. Dat dacht ik al, maar ik weet niet meer hoe ik hem moet plaatsen. Kijk, dit is te lang geleden nu. Je moet klikken op de kist. Moet je shift en drukken en klikken. Als je hem plaatst. Dus ja. Eigenlijk moet je gewoon op de kist gaan staan en dan... Ja. Wacht, wil jij? Anders zet jij hem even neer. Jij weet hoe het moet. Ja, ik zit tussen de schapen. Even wacht even. Ja, nee, rustig aan. Oké, jij mag maar even komen helpen. Dan, als jij hulp nodig hebt, dan... Ja, dus je moet eigenlijk op de kist gewoon staan, shift en houden, springen en plaatsen. Op de plaats van de kist, toch? Ja. Op de plaats van de kist gaan? Oké. Dus van boven op hier de kist staan. Hier komt de kist. Ja, de kist plaatsen. Kist plaatsen. Ja. Op de kist. Wacht, en waar moet je hopper komen dan? Ja, daar waar jij nu staat. Hier. In dat gaatje, ja. Oh, in dat gat, dan moet je hier staan. Moet je kijken, je shiften. Of ja, moet ik het doen? Oh, dus dat je hem onder je plaatst als je springt dan. Ja, dat is zo. En. Huh. En nu staat hij tegen de kist aan. Wat moet ik nu doen? Dan wil even. Ja, je mag de knop eigenlijk wel indrukken, dan komt het er als het goed is in dan. Je moet hem twee keer indrukken, by the way. Oh. Begin is foutje. Kijk, het is nog niet gegroeid, maar dat maakt niet uit. Ja, dan kan je hem uitzetten. Twee keer klikken. Klik, klik. Gaat hij uit. En dan komen, wacht even, dan gaat het water weg. Dan komen ze nu eraan. Zit het in de kist? Ja. Yeah! Hoppatee. Applausje daar, je! Woo! Teamwork, bro. Teamwork. Oké, nice. Alright, dan werkt hij. Enthousiasme. Nice. Yay. Nee, ik ben er serieus. Ik heb het goed gedaan, man. Even zonder grap. Let op, als hij hier naar beneden komt even, er zitten even gaten in de trap hier. Weet je, de afwerking is niet het allermooiste, dat moet ik wel eerlijk toegeven, maar okay, daar hebben we het niet over. Witte wol gewoon rood maken. Het gaat niet om de afwerking, het gaat om dat het werkt. Dat is even. Als jij hulp nodig hebt, moet ik het ook zeggen, hè? Oh ja, ik kan sowieso wel hulp breken zo. Maar kan je niet van wol gewoon... Oh ja, kijk, ik kan gewoon wol zo doen. Aha. Zo. Ik had hem uiteindelijk ook nog groter kunnen maken bij de W, maar ik wilde hem niet te groot hebben, dus vandaar dat ik hem een beetje klein heb gehouden. Ja, ik ga sowieso wel schapen moeten kleuren, anders gaat het niet goed. Heb je niet genoeg? Nee, maar... Dus en dan maakt het niet uit, sowieso. Ja, want ons idee voor de volgende keer, die hebben we ook al, dus dat gaan jullie vanzelf dan zien. En dat heeft dus met schapenkleuren te maken. Even wachten. Spoiler! 1, 2, wacht, hoeveel was dat? 17, hè? Dan moeten we delen door 3 weer? Ja, ik ben klaar, man. Bij mij werkt die. Ik moet alleen even een kist zien. Dan ga ik even deze kist stelen waar nog een paar dingetjes in zitten. Die zet ik ernaast waar je dan de zaakjes in kan doen, ja? Jo. Dat is denk ik wel handig. Ja, maar ik weet niet wat ik de Nederlandse vlag zou moeten maken nu. Hetzelfde als
Ja, maar wacht, waar is de helft? Ik kan hem helft. Je moet gewoon... Nee, ik zal gewoon... Waar het glas zit, dus het midden zal ik... Nee, want je kan toch gewoon twee blokjes dan wit hier... En dan hier twee blokjes geel. Maar wacht even. Dus het midden... Rood, geel... Ja. Dus gewoon hier. Dus hier doe je wit zo. Oh, Jan, pas op. Oh, ik dacht dat het dubbel was! Nee. Oh, dat ging bij de foto, hè. Dus hier wit, en dan helemaal tot hier. Wacht, maar hier tussen wit, zeg maar. Ja, dus die drie blokjes die er nu nog zitten, wit. Ook. Zo, ja, zal ik het weghakken? Ik hak het weg. Pas op. Oh bro, ik dacht serieus dat er twee tussen zaten, dus je viel bijna naar beneden. Ja, ik dacht al, waarom hakt hij de andere mee? Dus dit wit, en dan de andere kant, dan kan ik ook, heb je al geel of niet? Nee hè? Wacht, bijna. Nee, want we hebben nog geen geel schaap. Ja, maar ik wel? Kan gewoon zo maken. Met een bloemetje? Ja. Oh ja, oké. En dan dus hier geel, ja, ik hak het weg, pas op. Hier helemaal geel zo. Ja. Dan heb je het toch precies in het midden. Dan krijgen we alleen op de vloer wel een heel ander soort vlag, maar... Ja, ik weet niet wat het is. Dat maakt niet uit, maar het rood moet ook nog doorgetrokken worden tot hier. Dan heb je geen rood meer. Wacht, dus dat moet hier rood worden? Ja, tot, ja. Dus overal hier rood, hè? Ja, nog twee blokjes. Nee, niet daar, want daar zit de muur ook. Kijk maar. Nou, nu snap ik er niks meer van. Ja, alleen dit rood. Ja, rood. En deze blijft gewoon steen. Ja, maar ik heb geen rood meer, dus... Oh, dan doe ik het even steen. Dus die vier moeten dus ook nog rood. Aha. Snap je? Want kijk, op de muren heb je hier ook hier een steen. Dan hier blauw en hier zwart. Ja. Maar ja. Ik kan wel op blauw gooien. Hak je het weer weg? Ik hak het weer weg, ja. Pas op. Zo. Ja, zo op. Zo, oh. Dan vul ik die weer even op voordat we naar beneden vallen. Ik heb nog geel, maar dan heb ik... Wacht, ik heb ja, wacht, zwart nee, hebben ik heb nog nodig. Blauw, wacht. Oh, echt? Wacht, hoeveel heb je er nog nodig? Twee? Ja, nog vier. Of twee, sorry. En dan hou ik wel wat over. Zo. Ploink. Ja, dan heb je dus alleen nog zwart en een beetje rood nodig. Ik heb niks meer. Nee, maar dat kunnen we volgende keer wel doen, want op de farm die werkt. Leuk. De farm werkt. Nice. En jij hebt ook jouw doorgang af. Ik zou toortjes zetten. Ja, dat was inderdaad wel een goeie. Ik zal het nog even zetten. Hoppatee. Ik heb al jouw toortjes nog bij me, dus ik heb er meer dan genoeg. Oh, die moet nog. We willen niet hebben dat hier een creeper of zo op komt te staan, dan hebben we echt een probleem. Zo. En misschien, wacht, moet hier bovenop nog. Oh ja, ik zou de kist nog. Dat was ik mee bezig. Ik ging jou helpen, ik ging de kist nog plaatsen. Dus wij worden zo snel afgeleid. Oh. Dan komen hier namelijk de zaakjes in. En dan kan je hier uiteindelijk ook het. Graan in gooien. En dan kan je er weer brood van maken. Want de crafting table staat. Heb je nog hekjes of zo? Hekjes? Nee, ik heb alleen sticks bij me, dat is alles. Die had ik ook van jou gekregen, namelijk. Zo, doet even wil je zo. Dit pad nog even door laten lopen ook hier? Ja. Gewoon ook van die stenen, zeg maar, of? Ja, ik zou het gewoon van die stenen, want dan kan ik ook nog een keer aan de linkerkant kan ik hier nog een automatische farm maken. En dan hebben we dus tegenover elkaar de twee staan, dat is wel leuk, denk ik. Zo. Dan maken we hier gewoon nog die steen van, inderdaad. Oh. En dan zijn we klaar eigenlijk, dan is dit weer af. En dan moeten we nog wel even naar beneden rennen om even dat bordje van, het opdrachtenbord af te halen, want dat hebben we dan gehaald, hè? Ja, dat wel. Wacht, dit dan is er weer eentje vanaf. Deze moet ook weg. Zo. Nou, perfect. En de rest dat doe ik volgende keer wel. Ja, dat is of wel een andere keer. Een heel nieuwe verandering op dit eiland, hè? Ja, dit is nice. Dit is waar we het eiland voor nodig hebben. En we moeten ook nog een keer even zorgen dat we de onderkant van dit eiland weghakken. Want we hebben natuurlijk nog kans dat er een kist staat. Maar er zit al heel veel kool, inderdaad. Dus het is wel handig om dat nog te gaan halen. Ja, maar... Dus hier nice, kunnen we de cactussen ook eens hier zetten of zo. Hier heb je toch een plek ergens. Hier kunnen we. We hebben hierachter is nog heel veel plek, hè? Ja, we kunnen hier een cactussen opmaken. Ja, precies. Dan maken we hier gewoon nog wat water van of zo. Dat kunnen we nog wel een andere keer doen. Dan maken we dit eiland even mooi af. Maar als we naar beneden rennen, dan kunnen we nog even het opdrachtenbord bijwerken. Dan is het wel weer het einde, Ryan. Ja, ja. Dan hebben wij dat weer goed gedaan met z'n tweeën, ja. Goed springen, hè? Geef wel een zetje. Dank u. Ik sprong er net naast, maar je hebt heel veel HP, dus... Oh! We hebben gelukkig heel veel HP, dus maakt niet uit. Oh man, mijn armor. Oh ja, mijn armor is ook een beetje kapot. Opdrachtenbord. Pak ik even mijn pickaxe erbij. Want wij hebben... Eens even kijken. Maak een automatische boerderij. Joppa. Hoppa. Dus de volgende keer gaan we gewoon weer verder. We hebben hier nog wat opdrachten op het bord staan. En ook aan de andere kant...
hebben we nog wat opdrachten. Dus die gaan we de volgende keer weer doen. Repair an item. Dat repair kunnen we in item. Kunnen we dat... doen. Ja, dat kunnen we doen, hè, met die anvil. Weet jij hoe dat moet? Ja? Oh, dan moet je dat maar, moet je dat maar even uitleggen, want toen speelde ik nog in Minecraft. Dat is makkelijk, hoor. Alright. Kijk. Ja, ga jij het even halen, dan wacht ik hier. Je hebt mooi. Gewoon ijzer nodig. And that's it. Ja. Serieus? Maar dan moeten we naar... Oh my god. Klaar. Ik heb het al gedaan. Ik heb het zelf al gedaan. Oh, wacht. Ik heb niks al kapot, als nee, al bij deze. Zo. Ja, ik heb het zelf al nu gedaan. Gaat die anvil ook op een gegeven moment kapot? Ja, die gaat wel kapot. Je ziet het. Kijk, oh, ja. Ik zie hem al ja, brokkelen. Ja, precies. Ja, ik speelde dus... Ik was dus gestopt met Minecraft die anvil erin kwam. Dus ik heb dat nooit gehad. Hé, hey, maar nice, bro. We dan kunnen we die er ook afhalen. Hoppa. Ja, we kunnen hem eraf halen. Ja. Repareer een item. Hoppa! Gooi deze sneeuwballen. Dat is nog awesome. Wel werk. Ja, we hebben deze kist. We kunnen er wel weer even wat gooien. Maar ik weet ook niet hoeveel we zitten eigenlijk. Ja, goh, 1000 sneeuwballen is veel, jongen. Nou, dat waren er weer 16. Ja, maar dit 1000 sneeuwballen gooien, dat gaat echt lang duren gewoon. Ja, klopt. Wat hebben we er nu? Ik heb nu 3 stacks dan. Dat zijn 4 of hoeveel misschien zijn dat moeten we daar eens gebruiken voor die zombies. Van. Maar als ze naar dat eiland gaan... Nou, op zich ben je wel klaar hoor, want ik heb nu al 64 weer gegooid, hè. Dus eerlijk, 1000, dat halen we nog wel snel, denk ik hoor. Mijn hele inventory zit ook vol. Ja, ik kan er niet meer... Dat zijn we ook. Wat... Ja, maar we kunnen beter die sneeuwballen houden voor naar die zombies te gooien op het eiland daar. Ja, of... Oh, dat is een goed begin voor de volgende keer. Wacht, bewaar ze maar. Dan gaan we de volgende keer ons hele inventory vol doen met sneeuwballen en dan gaan we naar die zombies toe. Ja, dat vind ik een perfect begin. Perfect. Dan zit hierbij deze aflevering erop. Dus mocht je het hebben genoten, ram het succes elkaar op like. Of vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en op Rijnse kanaal. En dan zijn we natuurlijk zo snel mogelijk terug met een nieuwe aflevering op mijn kanaal. En op Rijnse kanaal. Dus tot de volgende keer. Doei doei. Bye bye.